You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Why? Why? 'Cause a Santa Claus is coming to town. A two, three, four. Well, he's making a list and checking it twice. They're gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. En we vijf passen terug. En terug. En terug. En dan gaat het pakje gaat van laag naar hoog, want het moet in de arresteek. Laag. En ik denk dat jullie er wel klaar voor zijn nu. Veel succes allemaal. Ik denk dat we nu zo'n kleine 80 man hebben gehad die hier aan mee hebben gedaan. En dit moet je ook zien als een start-up voor, voor het volgend jaar, want dan willen we zonder meer nog groots uitpakken. We hebben zelf bespeurd dat een hele hoop mensen toch in een beetje afwachtende houding zijn geweest. Maar wij zijn al dik tevreden met het aantal wat we hebben gehad. En zeker de start en ook nu dit hier is een hartstikke mooi tafereel voor Winterswijk in combinatie met Winterswijk Wonderland. Ja, er stond een run, hebben misschien mensen gedacht dat ze hard moesten lopen. Ja, dat is ook zo. Alleen wij hebben gezien dat in meerdere plaatsen dat runnen omgezet wordt naar walk. Dus Santa Run, Santa Walk is misschien een betere combinatie geweest. Waarbij ook zeker met name ouders met kinderen het toch prettiger vinden om rustig door de stad te lopen dan dat ze daar als een idioot door de stad rennen. Daarnaast is het ook zo dat wij door de gemeente ook daarop geattendeerd werden van nou zorg dat het een beetje binnen alle proporties door de stad gelopen wordt en niet echt runnen. Dus vandaar, daar zijn we ook in tegemoet gekomen. De Rotary heeft dit nu georganiseerd ten behoeve van de Nierstichting. Onder andere de Nierstichting. We hebben zelfs iemand die speciaal daarvoor hier is geweest. Daarnaast ook iemand die last heeft van de nieren en die ook regelmatig aan de dialyse zit. Die is ook vanochtend hierbij aanwezig geweest. Naast de Nierstichting hebben we ook de Shelterbox. En dat is eigenlijk een noodbox, om het maar zo te noemen, voor mensen die in rampgebieden zitten, om die te voorzien van de eerste levensbehoeften in de vorm van een tent, kokerij, slaapmogelijkheden en dat soort zaken. Het is zeker voor herhaling vatbaar. De mensen krijgen aan het eind een goodiebag. Ja, de mensen krijgen inderdaad aan het einde een goodiebag. Want we willen hun toch bedanken voor de tijd die ze ervoor genomen hebben. De pakken zijn natuurlijk ook gekocht door alle deelnemers. Daar staat ook een bedrag tegenover wat allemaal zonder meer naar het goede doel gaat. En wij hebben uiteindelijk een paar bedrijven, CQ, mensen gevonden die iets in die goodiebag willen sponsoren. En daar krijgen ze allemaal aangeboden. Daarnaast ook de medaille. En ik heb zelf ook zo'n medaille gekregen. Maar dat is hetgene wat ze er ook nog bij krijgen als, ja, eigenlijk als finishing touch. Ja. Volgend jaar 250. Nou, dat zou een heel mooi streven zijn. Maar ik weet zeker, omdat wij ook al in het verleden vaak kerstmarkten hebben georganiseerd, dat altijd een aanloop wat moeilijker loopt. Ik vind dit nog heel erg meevallen eigenlijk. Verwachtingen waren iets anders. Maar wij gaan zeker voor 2017 om dit nog beter op de kaart te gaan zetten en nog meer deelnemers te krijgen. Want ja, zoals je al hebt gezien bij de start en de finish, het geeft toch wel een heel leuk kleurrijk plaatje. En wat ik zo leuk vind, dat zijn toch de kinderen die dan ook bereid zijn om in het pak te gaan. Dus vandaar.